Vanavond herdenken we de slachtoffers van de vreselijke 7 oktober aanslagen precies 1 jaar geleden. En we betuigen onze steun aan de families en roepen opnieuw op tot een onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars. Ondertussen kijken we met ontzetting naar de verwoestingen in Gaza en nu ook in Libanon. Maar ik stel ook vast dat Israël geen andere keuze heeft. Gelet op de halsstarrige houding van Hamas, de voortdurende rakettenregen van Hezbollah en de permanente dreiging van Iran. Israël voert strijd tegen terreur en doet alles, anders dan Hamas, doet er alles aan wat in haar vermogen ligt om burgerslachtoffers te voorkomen. Velen spreken over de noodzaak tot de-escalatie en wijzen daarbij steeds met een beschuldigende vinger naar Israël. Dat laatste, voorzitter, is niet op zijn plaats. Want de sleutels voor de-escalatie liggen niet in Jeruzalem, maar liggen in de donkere tunnels onder Gaza. Als Hamas vandaag de gijzelaars vrijlaat, kan er morgen een staakt-het-vuren zijn. Dank u wel.